Rotterdam, bekend als de stad met de grootste haven van de wereld. Maar minder bekend als de stad met een geheel vernieuwd centrum. Een dynamische stad, volop bedrijvigheid. En toch met een toenemend aantal woningen. Zoals dit, speciaal voor jongeren ontworpen woongebouw. Op de begane grond winkels en een restaurant. Flexibele woningbouw, waar zo nodig een tweekamerwoning kan veranderen in een driekamerwoning. In ruim 10 jaar stadsvernieuwing, waarbij Rotterdam op grootscheepse manier huizen aankocht, is veel gerenoveerd, maar ook gesloopt en vervangen door prachtige woonblokken met betaalbare huren. Op de tweede verdieping van zo'n woonblok, boven een gezondheidscentrum, in de wijk Het Oude Westen, ligt dit gezellige en kleurrijke straatje met woningen. Op de mooiste plek in Rotterdam is dit gebouwencomplex ontstaan. Als onderdeel van de stadsvernieuwing zijn hier woningen gebouwd. Zonnige woningen met een uniek uitzicht over de rivier. Architectonisch verantwoorde bouw met ruime en comfortabele wooneenheden. Door de halfronde bebouwing is een ideaal binnenterrein ontstaan met veel rust, zonder verkeer. Waar kinderen onbezorgd kunnen spelen. De stadsvernieuwing heeft niet alleen nieuwbouw opgeleverd, maar de gebouwen uit de vorige eeuw hebben een grondige renovatie ondergaan. Vakbekwame bouwers en restaurateurs hebben, met behulp van overheidssubsidie, deze gebouwen een nieuw aanzicht gegeven, waarbij de typische stijl uit die tijd, met de vele ornamenten, is behouden. De stadsvernieuwing heeft ook deze straat een totaal ander aanzicht gegeven. Gedeeltelijk is hier nieuwbouw gerealiseerd. De renovatiedeskundigen hebben ook de bestaande winkelpanden onder handen genomen en er een gezellige winkelstraat van gemaakt. Met op de bovenverdiepingen woningen, aangepast aan deze tijd.
Als een burcht staat dit gebouw met zijn aparte vorm dicht bij de rivier. Samen met deze witte woontoren is er huisvesting voor veel gezinnen. De ronde vormen geven een speciale dimensie aan de woonvertrekken met de royale balkons. Het meest verrassende is het uitzicht op de rivier en over de stad. Het stuk nieuwbouw rond de Oude Haven is op dit moment het meest in het oog springende gedeelte van Rotterdam. Veel woongelegenheid in allerlei gebouwen, waar met de traditionele bouwvormen is gebroken. De oude binnenvaartschepen die hier liggen maken, samen met de winkeltjes, de cafeetjes en de terrassen, van dit gebied een nieuw uitgaanscentrum in Rotterdam. En het is een toeristische trekpleister. Ook langs het Haringvliet zijn vele zonnige huizen gebouwd die een fraai uitzicht geven op de bedrijvige binnenschepen. Woningen alom, vaak in zeer opvallende gebouwen. Vlakbij, bovenop een grote parkeergarage, staat dit gebouwencomplex met de naam Het Groenendaalse Anker. Dichtbij de moderne gemeentebibliotheek van Rotterdam, midden in de stad, wonen hier mensen in ruime huizen met naast de deur en op het dak mogelijkheden voor speciale recreatie. Iedereen kent de Kralingse Plas, met voor een stad uitstekende mogelijkheden tot recreatie in en aan het water. Op de plaats waar vroeger de slachthuizen stonden, is ruimte ontstaan voor moderne woningbouw. Een bestemmingsverandering van industrieterrein naar woongebied. Een ander groot gebied dat een woonbestemming heeft gekregen is het voormalige drinkwaterleidingterrein. Hier is een grote mengeling van woonvormen ontstaan. In gebouwen waar vroeger het rivierwater werd gefilterd, zijn nu woningen voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens ondergebracht. Terwijl ook de grote varens uit de Koningskas hier een plaats hebben gevonden.
Er ontstaat hier een nieuwe woonwijk met 2500 woningen, waarvan een groot gedeelte al gerealiseerd is. De bouw gaat steeds door, maar er wonen nu al voldoende mensen om de tramlijn 3 naar dit gebied door te trekken. In de oude, gerestaureerde watertoren komen kantoren. En op de grote Rijnwaterkelders staan deze energiezuinige koopwoningen met zonnecollectoren. Niet alles in Rotterdam is nieuwbouw. Wijken die al tientallen jaren bestaan, blijken nog uitermate geschikt om er op een prettige manier te wonen. Deze wijk Pendrecht, grenzend aan het Zuiderpark, is in de 50er jaren gebouwd. Hier staat betaalbare laagbouw en daartussenin eengezinswoningen. In de buurt gezellige winkels voor de dagelijkse behoeften en vlakbij het metrostation Slinge, van waar een snelle rit naar het centrum mogelijk is. Iets later gebouwd ligt in het noordoosten van de stad de wijk Omhoort. Niet ver van het recreatiegebied de Rottemeren en de Zevenhuizer Plas met veel watersportmogelijkheden. De hoogbouw biedt hier een ver en fraai uitzicht. Vlakbij de hoge flats bevinden zich eengezinswoningen in de zogenaamde kruidenbuurt. Een rustige buurt met veel tuinen en water en ruimte genoeg om de auto te parkeren. Een ideale plek voor gezinnen met kinderen. Aan de oostgrens van Rotterdam ligt dit nieuwe dynamische gebied Rotterdam Centrum Oost. Een gebied met een veelheid van functies. Kantoren om te werken, winkels, scholen, maar vooral veel woningen. Woningen die door hun kleur en vorm gezien willen worden. Er is een ruime variatie in woningbouw, zowel koopwoningen als duurdere huurwoningen.
Het nabijgelegen overdekte winkelcentrum Oosterhof heeft tientallen winkels, variërend van een gigantische supermarkt tot exclusieve kwaliteitswinkels, en verder ook banken, restaurants en cafés. En dan verbindingen naar alle kanten. Autosnelwegen, spoorwegen en natuurlijk de sneltreinmetro, die een rechtstreekse verbinding heeft naar het hart van Rotterdam. En dit is dan dat hart van Rotterdam. Gezellige terrasjes en gezellige winkelstraten aan de voet van het bekende stadhuis met zijn markant torentje. Het kenmerk van de Rotterdamse binnenstad is dat je er kunt winkelen, dat je er kunt werken, je kunt eruit gaan, maar vooral ook wonen. De stad is leefbaar geworden met ruime en comfortabele woningen, goed geïsoleerd en met een stedelijk uitzicht. Bekwame bouwmeesters en een voortvarend beleid geven de stad een allure waar bewoners van de hele regio trots op zijn. De gebouwen weerspiegelen in harmonische samenhang letterlijk en figuurlijk de onderlinge betrokkenheid. Wonen in Rotterdam. Het kan nog altijd, want de stad is nog lang niet af.